Ja, het is altijd een wisselwerking. Kijk, inderdaad, Ajax. Maar ik hoor dan niemand over Feyenoord. Feyenoord was iedereen lyrisch en iedereen vond het goed. En een stuntje bijna in de Kuip met dezelfde jongens. Tegen Eindhoven hebben we hier met 6-2 van Eindhoven gewonnen met dezelfde jongens. Dus ik heb de jongens ook geprobeerd dat vertrouwen te geven. En ook de kans om revanche te nemen. En als je hier met 2-1 of 2-0 wint, dan zegt iedereen van ja, goed van die trainer, een moeilijke beslissing om ze te laten staan. En zo werkt het nou eenmaal in de voetballerij. Hè. Dus, wat dat betreft maak je daar van tevoren keuzes in. En, voetbal is scorebordjournalistiek. En de mensen zullen nu roepen achteraf van ja, dat is een slechte keuze geweest. Dat kan. Maar goed, ik hoor mensen ook bij een 2-0 voorsprong nog van allerlei dingen roepen. Ik denk ja, de jongens hebben ook af en toe de steun wat dat betreft nodig. En die hebben inderdaad ook een dikke nederlaag gehad tegen Ajax. En dan hoop ik wel als je 2-0 voor staat, dat mensen dan ook de ploeg steunen. En, het moet allemaal niet in het negatief getrokken worden. En nu is dat makkelijk, want als je nu naar het resultaat kijkt, kun je zeggen van ja, waarom niet? Ja, dat kan. Maar ik heb in de rust geprobeerd om dingen te benoemen. We hebben niet goed gespeeld, maar het resultaat was heilig. Ja, en uiteindelijk hebben mensen gelijk. We hebben daarin niet gewonnen. En, kan je inderdaad zeggen van achteraf van is dat goed of slecht geweest door die jongens het vertrouwen te laten houden? Het is ongelooflijk. Je staat 2-0 voor en geeft het alsnog uit handen. Hoe zou jij dit verklaren? Ja, dit is gewoon echt ongelooflijk. Ik snap het gewoon echt niet dat je gewoon tot de 70ste minuut of ik weet niet, tot welke minuut je staat 2-0 voor en er is niks aan de hand. Je moet gewoon die 3-0 maken en dan binnen 1 minuut, 2 minuten sta je 2-2. Dan gaan alle koppen omlaag en dan zie je het ook gewoon aankomen dat je die wedstrijd ook nog verliest. Ja, terug naar het begin, je maakt een mooie goal. Je geeft ook vervolgens nog een mooie assist op Tom Boeren. Dan denk je toch, denk ik, het kan niet meer stuk vandaag. En dan gaat het toch nog stuk. Vanaf welke minuut voelde jij van, hey, we gaan verslappen of Almere wordt sterker? Of wat was er eigenlijk aan de hand? Nou, op zich, ik vond op zich dat er niks aan de hand was tot die tegengoal. Maar ik zat ook wel na te denken van, ja, het staat al een poosje 2-0. We maken die 3-0 niet. We moeten gewoon echt die 3-0 maken. Want als hun die 2-1 maken, ja, dan gaan ze er nog in geloven. En ja, dat gebeurde. Ja, dat gebeurt dan. Je wordt fataal afgestraft. Publiek fluit, denk ik, terecht. Wat wordt er dan na zo'n wedstrijd nog in de kleedkamer gezegd? Word je dan niet lijnd op elkaar en ben je dan niet pisschagrijnig? Nou ja, we kwamen de kleedkamer in en iedereen zat gewoon op zijn stoel. En het was gewoon stil. Gewoon niemand zei wat. Ja, tot Joep binnenkwam. Sorry zei, maar ja, dat vond ik niet helemaal terecht, want je wint met elkaar en je verliest met elkaar. En ja, dat Joep vandaag een pechdag had, ja, iedereen heeft dat. Ik heb ook soms een pechdag. Nou, je kan niet zeggen dat het door Joep kwam, dus zeiden ook een paar jongens van Joep, nee, het ligt niet aan jou. Koeman zei ook sorry, ik weet ook niet waarom, maar ja. Je wint met elkaar en je verliest met elkaar, zoals ik al zei. Het is ongelooflijk als je ziet hoe de ballen er uiteindelijk invliegen. Te makkelijk, hè? Want we krijgen te makkelijk gewoon goals tegen, blijkbaar. En dan verlies je zo'n wedstrijd en dan zelfs de tegenstander die roept tegen me sorry, ja, dat hoeft ook weer niet. Maar ja, we hebben onszelf het aangedaan. We kunnen niet naar anderen kijken, naar onszelf en dat moeten we ook doen. Te makkelijk goals tegen en ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, je moet hem al beslissen door 3-0 te maken. En dan win je misschien een wat mindere wedstrijd en dan zijn de punten belangrijk. En dan ga je wisselen, eigenlijk in de hoop van 2-2 naar 3-2 te komen en dan werkt het uiteindelijk averechts. In hoeverre zou je die wissels misschien, als je het her kan beleven, nog veranderen? Of zeggen van nee, ik heb gewisseld op een bepaalde manier, daarom en daarom. Ja goed, we zaten in eerste instantie te twijfelen op een aantal jongens die wat vermoeid oogden om te wisselen. Joep zat niet helemaal lekker in de wedstrijd. Wilden we wisselen en we hebben daarin geen controlerende middenvelden meer op de bank zitten. Nasir was geblesseerd, laatst moment afgehaakt. Ja, hij stelde zich een beetje in de tweede helft in de wedstrijd. Dus hoop je toch dat hij als controleur toch nog een beetje de balans kan bewaren. Ja, we willen Matsier had wat balvastigheid op het middenveld zien te krijgen. Fatih oogde ook wat vermoeid. Ja, hij heeft ook een pittige 2 weken gehad en dat zag je wel terug. Alleen nog is dat geen excuus dat we die wedstrijd moeten verliezen. Ja, dan sta je op een gegeven moment op 2-2 en dan moet je weer wat aanvallend gaan wisselen. Of moet je, dan hoop je dat die 3-2 uiteindelijk nog valt. Ja, dan krijg je hem tegen en dan schieten zij ook ballen erin waarvan ik denk, godsamme, dan zit het hun mee en zit het ons tegen. En moeten we zorgen dat we... Dat we de komende weken hard blijven trainen, hard gaan trainen en uit de zone komen waar we nou staan.